De geschiedenis van ons Oranjevorstenhuis kent in haar meer dan 450-jarige geschiedenis glorieuze, maar ook veel duistere hoofdstukken. Frans Peters is een formaat onderzoeksjournalist. Hij werkte voor Vrij Nederland en het Parool. Hij schreef de boeken Koningsmoord op het Loo, over de vadermoord op koning Willem II en Bandiet van Oranje over politiecommissaris François van Sant ten tijde van koningin Wilhelmina. Hartelijk welkom bij Alternatief TV. Wij vragen door waar de mainstream media zwijgen. Ik ben Ab Gietselink en ben vandaag in gesprek met Frans Peters. Hartelijk welkom, Frans. Allereerst misschien iets over jouw achtergrond. Even te vertellen, wat is jouw journalistieke achtergrond? Wat heb je gedaan? Ik ben begonnen als leerlingsjournalist bij het Brabants Dagblad in de Bos in 1966. En daar ben ik uiteindelijk terechtgekomen op de buitenlandredactie. En toen las ik een advertentie dat Vrij Nederland een eindredacteur nodig had. En heb ik gesolliciteerd en na een heleboel toestanden ben ik aangenomen. Dan ben ik 6 jaar eindredacteur geweest en daarna zes jaar redacteur. Dus dan heb ik stukken geschreven. Yeah. En toen ben ik daar weggegaan omdat het een beetje in verval raakte. En toen, je was eindredacteur in de roemruchte jaren 70 van Vrij Nederland. Ja. Hè, dat toen linkse opinieblad, ik herinner me dat bij mijn ouders op tafel lag in de jaren 70. En daarna? Nou, toen kwam ik op de tramhalte van de Bijenkorf iemand tegen van het Parool die ik kende. En die vroeg of ik geen chef nieuwsdienst daar wilde worden. Ik weet nog dat ik zei van, houden jullie tegenwoordig wildvreemden aan op de tramhalte? Maar ik kende hem goed hoor, Ajo van Graag. Nou, en toen ben ik daar chef nieuwsdienst geworden. Niet zo lang, want ik ben niet zo'n leidinggever. En toen ben ik verslaggever geworden en helemaal op het einde weer buitenlanddirecteur, net als bij het Brabants Dagblad. Ja. En toen ben ik ermee opgehouden en sinds die tijd schrijf ik wat boeken. Ja, en het rare is, je hebt eigenlijk een buitenlandredacteur achtergrond, maar je hebt je vervolgens vastgebeten in de vaderlandse geschiedenis, met name in het Oranje Vorstenhuis. Ja, toevallig. Er was een keer een tentoonstelling in het paleis. Of in de Nieuwe Kerk, pardon. Ja. Over koningin Wilhelmina. Ja. En het Parool zou dan een bijlage maken. En de bezoekers van die tentoonstelling kregen dan bij wijze van aardigheidje die bijlage. En ik zou ook stukken daarvoor schrijven, heb ik ook gedaan. En toen lag er ineens een boekje in mijn postvakje. Dat heette Roman Agua. Roman en dan Agua. Dat is Haags in het Frans. En dat ging over een familie. Waarvan de vader eerst hoofd van de Nederlandse contraspionage was geweest. En later particulier secretaris van koningin Emma en koningin Wilhelmina. En over de moeder die een vriendin was van een aantal hofdames en ook aan het hof kwam. Dus die wisten wel het een en ander. En dat stuk was geschreven, of dat boekje was geschreven door iemand met de naam Dr. Feijo Sixma, baron van Heemstra. Ik weet nog dat ik tegen hem zei, nou dat klinkt toch wat beter dan Peters. Maar die man was historicus. En dat was dat was geen roman. Dat was hij noemde het zelf een autobiografie van zijn moeder, maar het was een doorkijkje in dat rare hof van Wilhelmina in Apeldoorn en in Den Haag. Ja. En daar stond dus in dat koning Willem III,
als kroonprins. Zijn vader op het Loo had Pardoes, stond er nog bij, had doodgeschoten tijdens een feest. Ja, dat heb jij in dit boek, Koningsmoord op het Loo, daar gaan we zo over te praten, maar dat staat in principe beschreven helemaal in dit boek. Ik geloofde dat eerst niet en toen heb ik het uitgezocht en nou ja, dit is het resultaat. Ja, en vervolgens, daarna, we gaan zo de hele geschiedenis even door. Heb je ook nog een ander boek geschreven en dat heet Bandiet van Oranje. Ja, en dat stond dus in die roman, daar kwam voor, dat onder Wilhelmina de geruchten weer de kop opstaken. Dat haar vader, haar grootvader had doodgeschoten en dat ze daarmee werd gechanteerd. En dat François van Zandt, de hoofdcommissaris van politie van Den Haag, dat die dat in de doofpot heeft gestoken door een aantal aanslagen te faciliteren. En toen dacht ik, nou ja, daar schrijf ik nog een paar hoofdstukken. Ik ga dat ook uitzoeken, dacht ik. Ja. En ik schrijf een paar hoofdstukken aan dat boek. Zo. Maar toen ik dat ging uitzoeken, toen ontdekte ik wat voor een bandiet die man was. Hij was corrupt. Hij was... Van Zandt. Ja, die van Zandt. Hij was corrupt. Hij heeft eigenlijk alles gedaan wat God verboden heeft. Behalve dan in seksuele zin. Oké, luister. We gaan het uitpraten. We gaan dat hele... Want dan krijgt de kijker ook een beeld van ons koningshuis. Dat begint tussen 1814, 1815 tot 1840 met koning Willem I. Ja, dat was een onnozelaar. Het was een onnozelaar. Ja, dat was wat de Belgen noemen een onnozelaar. Ja? Kijk, die man die heeft een fantastische kans gekregen. Ja. Die had een koninkrijk wat de hele Benelux omvatte. Ja. En dat heeft hij verziekt. Dat heeft hij... Je kon het niet... Als je het had willen verzieken, had hij het niet beter kunnen doen. Dat begon ermee... Dat hij dus tegen de grote mogendheden die hem dat koninkrijk gegeven hadden. Wacht even, van volkssoevereiniteit of van keuzes van het volk was totaal geen sprake. Grote mogendheden geven hem dat. Even voor het publiek. Je had het na de val van Napoleon in Waterloo, had je het congres van Wenen. En die bepaalden dat er een sterke, ten noorden van Frankrijk, een sterke koninkrijk moest komen. Ja. Dat was het koninkrijk der Nederlanden, Nederland-België. Ja. Luxemburg en de zoon van stadhouder Willem V, koning Willem I, werd wat heet dus de koning. Nou, wacht even. De stadhouder. Een absolute koning was hij. Ja, de zoon van de stadhouder die riep zichzelf tot koning uit, tot stomme verbazing van het driemanschap wat zijn komst had voorbereid in Scheveningen. Maar afgezien daarvan. Ja. Hij inderdaad, er moest een sterke, naast Pruisen moest er een sterke buur in het noorden komen. Ja. Dat wilden de geallieerden. Nou, die koning zei, oh dat komt goed, ik lever een leger van tienduizenden als de Fransen weer beginnen. Nou, in Waterloo kon hij nog niet de helft leveren, dus daar begon het al mee. Dus er waren al geallieerden die dachten van, hebben we het wel goed gedaan? Daar begon het mee. Maar vervolgens was er in België een zeer katholieke opstand aan het broeien. Ja. Het was zo geweest, België was voor Napoleon Oostenrijks en Oostenrijk had een keizer. Die zou de katholieke kerk wel eens dwingen om zich te organiseren naar Oostenrijkse maatstaven. Hè? Er zou maar één seminarie komen in Leuven, op de universiteit onder Oostenrijkse voogdij. België kwam in opstand. Die kreeg de Verenigde Staten van België, nog voor Napoleon. Daar heeft Willem niets van geleerd, want die begon op precies hetzelfde. Die wilde één grote staatsgodsdienst in Nederland. En dat was de protestantse. Ja, de gereformeerden. Ja, maar die hadden daar helemaal geen trek in natuurlijk. Maar omdat driekwart van zijn onderdanen katholiek was, begon hij weer opnieuw. En hij dacht, dat maakt niks uit. Want ik pas verdelen en heers toe. In het zuiden heb je dan wel die domme katholieken, maar je hebt natuurlijk ook de liberale elite. Ja. Hè? De zakenlui en zo. Ja.
En die speel ik tegen elkaar uit. En wat hem dus echt onnozel maakte, was dat hij had een grote geheime dienst die dat allemaal in de gaten moest houden. Maar die geheime dienst had niet door wat er in Frankrijk gebeurde. Daar was een priester, de Lamennais. En die schreef die in allerlei pamfletten waarin die zei het moet afgelopen zijn met die afschuwelijke tegenstelling tussen conservatieve katholieken, zeggen we maar rustig reactionaire katholieken, en fanatieke liberalen, zeg maar gerust potentiële revolutionaire. Dat moet samenkomen. En wat gebeurt er in België? Kwam het op een gegeven moment samen. Daar werden die stukken van de Lamennais, die werden gelezen als gek. En toen had je daar de Union Sacrée, het heilige verbond. Ja, en toen was België in was 1830 in 18... kwam België in opstand tegen koning Willem I en scheidt ze zich af. Ja. En dat is de definitieve scheiding tussen Nederland en België. Ja, en die koning die hield dus een leger in Brabant op gemobiliseerd. Dat kostte goud. En toen die man dus aftrad, toen had Nederland een staatsschuld die vergeleken, die kon je met een gerust hart vergelijken met die van Griekenland. Oh jezus, op dat moment. Ja. Op een gegeven moment, onder Willem II, was op een gegeven moment de staatsschuld, was geloof ik een derde of de helft van de begroting, of de rente op de staatsschuld, was een derde tot de helft van de begroting. En omdat die belastingen voor het grootste deel, wij zouden nu zeggen BTW waren, omzetbelasting, dus op vlees, op brood, was het gewone volk aan het, het lag aan de honger. Nee, het rare is, dat lag aan de honger. Is, als we het hebben over koning Willem I, dat natuurlijk in de geschiedschrijving heel erg wordt gepresenteerd als, hij was wel een absoluut vorst, maar hij was een ondernemer. Ja, dat was hij zeker, ja. 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 Nou, om te beginnen, had hij een soort staatsordening waarbij de Tweede Kamer door een heel klein deel van de bevolking werd gekozen via een getapt systeem. Ja. De Eerste Kamer werd benoemd door de koning. Ja. Dus het was wel een absoluut dictatoriaal koning. Ja, maar wacht even. Eén keer in de 3 jaar legde de koning de begroting voor aan de Kamer. Ja, ja, ja. En er werd gewoon openlijk geschreven dat dat het verschil tussen de staatskas en de koninklijke privé-portemonnee, dat heel fluïde was. Dus als er gezegd wordt, die koning was een ondernemer, ja, dat zal wel zijn, ja. Maar van wie is het centen? Ja, nee, dat is waar. Hij kwam hier zo arm als een kerkrat aan en hij ging met 27 miljoen naar Berlijn toen hij aftrad. In 1940. In 1940. Sorry, in 1840. Ja. Is zijn zoon Willem II, die overigens gevochten heeft bij Waterloo. Ja, ja. Ja. Gevochten, nou ja. Oké, dat was. Die werd koning, die is dat tot 1849 gebleven. Misschien wil je iets vertellen over Willem II. Want nou, Willem II, die erfde dus die verschrikkelijke schuld. Hij kon helemaal niet met geld omgaan. De bevolking verarmde zeer. Bijvoorbeeld de gouverneur van Gelderland die bericht op een gegeven moment. Dit jaar zijn er in Gelderland meer mensen gestorven dan er geboren worden. Dat was een bittere, bittere arme hongersnood. Hmm. Er waren overvallen van het volk op bakkerijen om brood te stelen. En de koning die stuurde daar leger op af. In Friesland en Groningen zijn doden gevallen. Dat het Nederlandse leger wil dat niet meer weten. Want die zeggen dat ze er alleen maar voor onze veiligheid zijn. Maar dat is niet helemaal waar. Mm-hmm. Maar goed, het was geen goede koning. En hij maakte schulden als een gek. Hij kocht een enorme verzameling kunst. Willem II. Willem II, ja. Hij had een reusachtige verzameling Rembrandts. En toen hij doodging, toen had hij alleen maar schulden. Vooral bij de tsaar van Rusland. Het ging over het verhaal ging dat hij homo ook was. Klopt dat toch niet? Nou, hij was biseksueel, ja. Hij was biseksueel, maar hij was ook, hij was ook pedofiel. Hij heeft op een gegeven moment bij een Noord-Limburgs meisje, heeft hij 2 kinderen verwekt. Toen ze 13 was en toen ze 14 was. Daar zijn boeken over geschreven. Zo, dat is allemaal niet heel prettig natuurlijk. Toen gebeurde er in Europa
gebeurde, ontstonden revoluties, de burgerlijke revoluties van 1848. Dat was een enorme revolutie. De hele Europa stond in brand. Napels, Milaan, Boedapest, Wenen, Berlijn, Parijs, ga maar door. Ja. En dat leidde ook in Nederland. In Limburg. En dat leidde tenslotte tot het klimaat waarop de meer liberale Torbekke met zijn grondwetswijziging kwam. Oh ja, meer liberaal, dat is waar, ja. Maar ik bedoel... Maar geef je visie daarop, Torbekke. Nou, Torbekke is toch de held van meneer premier Rutte. Ja, en van... Hij wordt gezien als de grondlegger van de parlementaire democratische stelsel. Ja, ik weet het. De grondlegging van de parlementaire stelsel is gelegd in de Bataafse Republiek. En als we die grondwet nu hadden, hadden we niet een Eerste Kamer die bestond uit een stelletje weggemoffeld. Nou, we talk de tijd van de Bataafse Republiek en misschien ook de Republiek der Verenigde Nederlanden. Dat was een zo'n ondoorzichtige toestand met allemaal geërfde banen en zo. Maar de Bataafse Republiek, ja, 1795, vlak voor de Franse tijd, is wat jou betreft de basis voor de Nederlandse parlementaire democratie. Nou, dat zou het moeten zijn, maar dat is het niet geworden. Kijk, Torbekke had een grondwet, die was inderdaad revolutionair ten opzichte van die dictatuur van die twee eerdere koningen. Maar het was 2% van de mannelijke bevolking mocht stemmen. Daar begint het mee. Census is recht, namelijk die mannen die voldoende belasting betaalden. Ja, nou ja, in die arm moeilijke troepen betaalde dus bijna niemand voldoende belasting. Ja. En wat je dus ook had, dat was dat de Eerste Kamer gekozen werd door de Provinciale Staten. Maar hoe dat precies in zijn werk ging, dat weet op het ogenblik nog niemand bijna. Je stemt in Drenthe D66 en D66 spreekt met de VVD af dat ze in Drenthe voor de VVD stemmen in ruil voor dat ze in Zeeland, dat in Zeeland de VVD voor D66 stemt. Ja, wat is dat voor volksvertegenwoordiging? Wat is dit voor flauwekul? En dat zijn dan de zogenaamde wijze mannen en vrouwen. Nou ja, dat allemaal een soort politiek gekonkel en dealtjes. Niet politiek, nee. Ambtelijk, de meeste van die lui zijn ambtenaar geweest of zo. Ja, die vertegenwoordigen echt alleen maar zichzelf. Maar dan gebeurt er iets in 1849 waar dit boek met name over gaat. Namelijk dat per ongeluk koning Willem III, nee, prins Willem III... koning Willem II doodschiet. Willem III was niet goed bij zijn hoofd. Dat zeg ik niet, dat zeggen mensen die met hem om zijn gegaan. Dat zeggen ministers, dat zegt zijn vrouw. Hij kon zich niet beheersen. Op gorilla, de gorilla-koning. Ja, dat komt ook wel van... veel later. Ja. Hij kon zich niet beheersen, als kroonprins ook niet. Hm. En hij wilde ook niet koning worden. Hij wilde drank, vrouwen en de paarden. Dat wilde hij. Nou, op een gegeven moment, maar zijn vader, die had hem benoemd tot inspecteur-generaal van de infanterie. Dus hij stond als militair, kon hij geconseilleerd worden door de opperbevelhebber, door de koning. Dus die koning... die zei steeds van, nee, je mag niet naar het buitenland. Jij blijft hier. En wat gebeurt er op een gegeven moment? Dan gaat de gouverneur van zijn zoon, hè, de leraar van zijn zoon, gaat dood. En ineens mag de kroonprins wel naar het buitenland, naar Engeland. Hij gaat die zogenaamde instituties bestuderen. Maar het enige wat hij daar echt gedaan heeft, dat is een gouden beker schenken voor de paardenrennen. Nou, hij gaat daarheen. En hij blijkt dus later die gouverneur te hebben doodgetrapt. Die is doodgetrapt. Die is gestorven in het paleis. Die is te sterven gelegd in het paleis.
Welk paleis? Nou, dat was toen, als je bekend bent in Den Haag op het plein, daar staat zo'n zwart gebouw met een zwarte gevel. Ja. En dat was vroeger het logement van Amsterdam. Daar kwamen dus de Amsterdamse afgevaardigden naar de Staten-Generaal. Ja, op het plein bij het Binnenhof. Ja, Binnenhof. Ja, precies. Ja. En dat was toen het paleis van Sophie en Willem. Kroonprins Willem. Maar kroonprins Willem zat meestal op het Loo en zij zat dan in Den Haag. En Sophie die schrijft op een gegeven moment aan een vriendin van ja, de gouverneur van mijn zoon die ligt hier boven te sterven. En die man die kwam uit een goede familie. Die had dat, bij de begrafenis bleek ook dat die familiebanden heel sterk waren. Als die toch moest sterven, waarom ging die dan niet? Waarom ging die dan niet bij zijn? Waarom werd hij niet bij zijn familie te sterven gelegd? En wat ook. Dus de verdenking is dat de latere koning Willem III zijn gouverneur al doodgeschopt heeft. Ja, dat stond ook in de. Dat is ook geschreven in blaadjes. Een beetje onvloerst, ja. Want je moest wel oppassen wat je schreef. Maar de pers was toen helemaal niet zo volgzaam voor de Oranjes. Als ze nu is. Dan nu. Nou, en ineens mocht hij dus wel naar Engeland. Mm-hmm. En was daar het feesten. Mm-hmm. En zijn geld raakte op. En hij dacht dat hij nog geld kon halen bij zijn vader. En dat had dan te maken met de erfenis van zijn broer, Alexander. Mm. Dus hij vraagt een gesprek aan met de koning. En de koning denkt, ja maar wacht eens even, hij is in Engeland. Ik wil hem wel spreken, maar ik wil dat niet in het openbaar zomaar doen. Nee. En de koning maakt dus bekend dat hij één deze dagen naar Tilburg gaat. Ja. Reist met de trein naar Amsterdam. Stapt daarover op de trein naar Arnhem. Dat waren de trein? 1849 praten. Ja, ja. De eerste spoorlijn lag in 1839. Amsterdam-Haarlem. Ja, maar goed, het is pas. Het spoorwegnet is toch pas in 1860 echt ontwikkeld. Ik heb het echt uitgezocht. Ja. Er lag een lijn van Rotterdam, Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam. En er lag een lijn, de Rijnspoorlijn. En die lag tot Arnhem. En die moest doorgetrokken worden naar Keulen. Okay. Hij reist naar Amsterdam. 'S avonds reist met extra treinen. Die reden ook 's nachts. Heb ik allemaal uitgezocht. Ja. Hij rijdt dan naar Wolfhezen. Daar is een stationnetje aangelegd door zijn vriend. Die daar in een kasteeltje woont. Beneden aan de Rijn. En daar een stenen weg heeft aangelegd. Die ligt er nu nog, de Italiaanse weg. Omdat hij zoveel bochten heeft. En van Wolfhezen loopt er een oude weg. Die de stadhouders al hadden laten aanleggen. Naar het Loo. Kaarsrechte weg, dat heet de Koningswegen. Daar staan dan berken langs, op die weerspiegelen. Ja, dat is een bekende straat die er nog. Nou, die ligt er nog. Nou, en stapt daar op een koets over. En met als plan, ik ga daar slapen. En ik spreek de volgende ochtend mijn zoon. En dan ligt er een boot klaar beneden aan de Rijn. Aan de steiger die mijn vriend daar heeft laten aanleggen. En dan vraag ik daarmee naar Geertruidenberg. En hij, als hij normaal van Den Haag naar Tilburg ging, waar hij vaker ging, dan liet hij een paleis bouwen. Dan kwam hij altijd van Rotterdam met de boot naar Geertruidenberg. Dus als hij met die boot kwam, oké. Maar we zitten op het Loo in Apeldoorn nu, toch? Ja, en daar is een feest aan de gang. Want Willem, de kroonprins, hield daar altijd feesten. Zijn vrouw zei, hij heeft er tegenwoordig een kroeg waar hij met zijn maîtresse zit en zo. Nou. En ja, dat schrijft ze. En tijdens dat feest verschijnt hij boven aan de trap en zijn zoon wordt kwaad. En pakt een revolver die hij daar heeft. Hij heeft daar een schitterende verzameling wapens, die kroonprins. Daar heeft de minister van Defensie nog over geschreven. En schiet zijn vader dood. Nou, dan is er paniek. Dan is er een enorme paniek. Ja. Hè? Ja. En dan grijpen de. Kroonprins Willem III schiet koning Willem II dood. Ja. Op het Loo
bij Apeldoorn. En is daarmee koning Willem III. De koning is dood, leven de koning. Er is een enorme paniek. Maar het was een ongeluk. Ik weet het niet. Hij schiet hem dood. Ik weet het niet. Het is geen moord. Het is doodslag. Maar of dat een ongeluk is, hij heeft toch gericht geschoten. Hij kon goed mikken hoor. Schieten was een van zijn hobby's. Die Willem III. Ja, het zal wel zijn. In een opwelling, dronkenschap. Ja, tuurlijk in een opwelling, zeker. Maar wat was het motief eigenlijk? Dat weet ik niet. Nee, maar wat was de drive waardoor hij zo enorm boos was? Hij haatte zijn vader. Hij haatte zijn vader verschrikkelijk. En hij wordt daar betrapt met naakte meisjes op de trap en weet ik wat allemaal. Hij haatte zijn vader. En in een impuls pakt hij een revolver en schiet hem dood. Goed. Er is een enorme paniek. Mm-hmm. En een van de adjudanten, die gooit het hele lood dicht. Want er was nogal een feest aan de gang. In die keuken waren mensen bezig. Die renden allemaal naar die zaal toe om te kijken wat er aan de hand was. En er wordt een renbode gestuurd naar de gouverneur van Gelderland in Arnhem. Dat is niet zo heel ver van het loon. En die gouverneur komt meteen en bedreigt iedereen met de dood als die wil praten. Vervolgens wordt er een renbode gestuurd naar Den Haag, waar de voorzitter van de ministerraad, Rijk, Julius Constantijn Rijk, in kennis wordt gesteld van wat er is gebeurd. Ja. En die besluit dat ze in die revolutionaire tijd dit niet kunnen gebruiken. Dit moet geheim blijven. Ja. Dus die begint met een enorme... Maar dat betekent dat eigenlijk koning Willem III onacceptabel is, omdat hij zijn eigen vader heeft vermoord. Ja, en dat mag niemand weten. En dat betekent weten. Dat het Oranje Vorstenhuis oud is en betekent het eind van het koninkrijk. Ja, ja. En daarmee de vestiging van een republiek. Ja, of van een revolutie. Want er waren al schoten gevallen in Amsterdam een paar maanden ervoor. En in Limburg stond de hele zaak op kiepen. Ja. Dus dat was niet zomaar wat. Je wil eigenlijk zeggen, want dit is interessant. Als dit naar buiten was gekomen, hadden wij vermoedelijk niet in een monarchie geleefd, maar in een republiek. Dat denk ik. Maar dat weet ik niet. Dat denk ik, ja. Maar ja, dat is zo'n what-if verhaal. Nou ja, goed. Maar vind ik wel interessant. Omdat het is zo, de impact van deze gebeurtenis is enorm. En die Rijk die heeft dus ervoor gezorgd dat de hele zaak voorlopig in de doofpot ging. Echt in de doofpot. Ja, begrijp ik. Maar dat lukte hem natuurlijk niet. Nee. Dat gaat niet. Dan was er één journalist, hij is later ook praktisch in de gevangenis gestorven, Jan David de Vries. En die schreef, die begon te schrijven, die kende een lakei. Ja. En die lakei die begon hem te vertellen wat er gebeurd was. En toen begon de Vries eerst onvloerst, maar later echt openlijk daarover te schrijven. Hij schreef bijvoorbeeld een toneelstuk waarin een tafel gaat draaien. Dat was in die tijd, hè, het spiritisme, die tafel die draait. En dan roepen ze vermoorde mensen op. En dan verschijnt de geest van zo'n vermoorde iemand en die noemt dan... De moordenaar, hè? Oldenbarneveld verschijnt en die zegt Maurits heeft het gedaan. En dan verschijnt de gebroeders de Wit en die zeggen de stadhouder Willem III heeft het gedaan. En op een gegeven moment verschijnt Willem II en die zegt niks. Want het is het spelletje waaraan Willem III de koning deelneemt. De moordenaar zit erbij, die koning zegt alleen maar moord, moord. Nou ja, voor iedereen verstaande. Nou ja, en dan op het einde van het koningschap van Willem III komt uit het pamflet Koning Gorilla, waar jij het net over hebt. En daarin staat met zoveel woorden dat prins Gorilla, dus Willem III, de oude gorilla Willem II doodslaat op het Loo. Ja. En dat hij vervolgens naar Harderwijk vlucht. En daar met een schip naar Engeland wordt gebracht. En dat heb ik helemaal kunnen reconstrueren. Ja, ik weet welke schepen dat zijn geweest. Ja. Maar Willem, even voor het publiek. Willem III heeft heel lang gezeten. Van 1849 tot 1890. Dus dat is 41 jaar is hij koning geweest. Ja. En is de vader van Wilhelmina in feite. Ja.
Dat is, ik weet niet of je nog wat wil melden over Willem III. Ja, Willem III was een onmogelijk man. Hij was, ja, wat ik al zei, hij was gek. En toen de Kamer een keer een wet aannam die hij niet wilde, toen zei hij dat hij het leger erop af zou sturen en de kanonnen op het binnenhof zou laten schieten. Dat was gek. En hij had niks te bevelen, want in die grondwet van Thorbecke, hè, was de regering de baas en niet meer de koning. Hij riep tegen ministers, ik zal je laten ophangen. Ja, maar recent was er dan ook nog eens een soort serie van de NOS, dat eigenlijk die grondwet van Thorbecke wel het begin was van een proces, maar dat dat eigenlijk decennia nog geduurd heeft voordat ook die transitie, hè, van de macht van de koning echt overgegaan was, ja, op de macht van de ministerraad. Ja, maar dat lag vooral aan de ministerraad. Als de ministerraad op tafel sloeg, ja, met de vuist, dan had de koning niks te zeggen natuurlijk. Maar als de ministerraad toestond dat de koning macht naar zich toe trok, of de koningin, zoals Wilhelmina, ja, dan... Kijk, maar Willem III kon dat niet. Die was intellectueel niet in staat om macht naar zich toe te trekken. Hij heeft zijn hele leven lang gedacht dat hij het leger kon bevelen. Maar dat was niet zo. Dat was volstrekt niet zo. Mm-hmm. En die Oranjes hebben dat wel meer. Dat ze denken dus dat ze, ja, zonder behoorlijke scholing het leger kunnen aansturen. Ja. Bernard was ook zo. Bernard was bijna Idi Amin. Ja, daar gaan we zo even over. Want we gaan even door. 1890 stierf koning Willem III, de gorilla koning. De man die volgens jou stapelgek was. En nou ja, toen kwam zijn veel jongere vrouw, Duitse vrouw. Die werd koningin Emma. Dat was eigenlijk de moeder van Wilhelmina. Ja. Ja, en die deed goed. Die heeft zich perfect. Er heeft nooit iemand, bij mijn weten, echt kritiek gehad op wat zij deed. Ja. Zij hield zich perfect aan de grondwet. En waarschijnlijk ook omdat zij. Dat is vast een aandrang van haar geweest om het pad voor haar kind zo goed mogelijk te effenen. Ja. Maar in elk geval, daar is niet veel op aan te merken. Haar kind was koningin Wilhelmina. Het enige wat je op haar kan aanmerken, Emma, dat is die idiote opvoeding die ze Wilhelmina heeft gegeven. Ik bedoel, dat was een snotaap van 10 of 11, en dan moest je mevrouw tegen zeggen en zo. Ja, ja, ja. Wilhelmina dacht echt dat ze de moeite waard was. En dat is niet best. Nee, nee. En ze had totaal geen mensenkennis. Ja. In het protocol mocht je er helemaal niet het woord tot haar richten. De uitspraak van, ik kan me niet herinneren dat ik u iets gevraagd heb, lag er op de mond bestorven. Ja. Ja. Arrogant een beetje. Ja, nou gesloten. Ja. Nou ja, arrogant zeker, maar vooral denken dat ze de moeite waard was. Denken dat ze de wijsheid in pacht had. Nou ja, en zo. Goed, maar was natuurlijk ook, zij was geboren in 1880. In 1898 werd ze op 18-jarige leeftijd de koningin. Ja. Haar moeder Emma is 8 jaar regentes geweest. En dat is ze, Wilhelmina, 50 jaar gebleven. Ja. 1898 tot 1948. Ja. En ja, dat was wel een beetje een tante, die Wilhelmina. Nou ja, Wilhelmina was dus in elk geval geen koningin die boven de partijen stond. Dat was ook een beetje moeilijk, want er waren partijen die zeiden openlijk dat ze moesten aftreden. Socialisten en communisten. Ja, later de communisten ook. Ja. Maar ja. De socialisten, ja zeker. Maar ja, aan de andere kant... Ja, ze verheerlijkte echt die moordpartijen in Atjeh. Atjeh is Noord-Sumatra. Dat was ons enorm koloniale rijk in Nederlands-Indië. En daar waren aan het eind van de 19e eeuw gewoon militaire operaties. Ja, er was een Vietnamoorlog aan de gang. Ja. Dat was een Vietnam, de bevolking van Aden. Tegen wat wij noemden toen in die tijd, net als nu in Afghanistan, islamitische terroristen. Nee, zo kun je ze niet omschrijven. Nee, dat is later, is dat wel in Indië gebeurd. Nee, zo kun je ze niet, nee. Nee, ik zeg niet dat ze het waren, maar het waren natuurlijk opstandelingen tegen... Nee, het waren geen opstandelingen. Nee? Nee,
Atjeh was een onafhankelijk gebied. Dat was niet Nederlands. Alleen toen is er Nederlands had met Engeland een verdrag gesloten dat de Nederlandse vestigingen op het schiereiland Malakka, die werden Engels en Atjeh zou Nederlands worden. Nou, dan was het van ons, want de Engelsen hadden dat gezegd. Maar de Atjehers, die hadden natuurlijk daar niks over te zeggen. Nee, maar die werden dus tot de orde geroepen. Ja. En dat ging niet zomaar, hoor. Ik bedoel, er is op een gegeven moment een tocht naar het binnenland geweest, een tocht naar de Alas en Gatjo-landen. Ja. En daar zijn hele kampongs, die zijn dan met repeteervuur afgemaakt. Vrouwen, kinderen. En dat inderdaad, dat waren islamieten in die zin. Die hadden zich in het wit gekleed. Die wisten wat hun te wachten stond. Ja. En die bereidden zich zo ritueel voor op hun overgang naar het paradijs. Nee, het was een koloniale oorlog. Het was gewoon een Vietnamoorlog. Dat was het. Ja. En die duurde maar. En die generaal die mensen heeft afgeslacht in midden Sumatra, ja, of de kolonel was het toen nog, die had ook nog een fotograaf meegestuurd. Dan kon je ook zien hoe die generaal die heeft hier niet van Huis, hoor. Nee, was niet van Huis. Dat was een marechaussee. Hoe heette die nou? Hij is later gouverneur geworden van Atjeh. Maar die werd met alle ega's op het Loo ontvangen. Als oorlogsheld. Ja. Wilhelmina vond het prachtig. Die vond dat echt schitterend. Wilhelmina was een beetje oorlogzuchtig, vind jij? Ja, dat was ze zeker. En tenminste, in Indië hier natuurlijk niet. Want dan stond er wat te wachten. Ja. We waren omringd door landen met een iets beter leger dan het Nederlands. Ja, natuurlijk. Maar nee, Wilhelmina, ja, die... Dat hebben we overigens nog niet zo slecht gedaan in de tijd van Wilhelmina, dat we uit de Eerste Wereldoorlog zijn gebleven tussen 1914 en 1918. Ja, maar nu zeg je het zoals het was. Ja, in de tijd van Wilhelmina. Maar je kan ook zeggen in de tijd dat mijn vader werd geboren. Het was de regering die ja. Het was Wilhelmina. Nee, daar heb je ook gelijk in. Dat is niet aan Wilhelmina. Nee, maar als je Vasseur leest, dan hadden we een hele wijze koningin. En dan denk ik, man, ga toch op het dak zitten met je wijze koningin. Ja. Nee, en later kreeg Wilhelmina echt die trekjes van, ja, ik ben door God gezonden en ik kan maar beter het heft in handen nemen. En in de oorlog toen, nou ja, dat schrijven mensen die hier ook in Londen zaten. Die zeggen, ja, ze wil terug naar de tijden van Willem I en Willem II. Hè? Ja. Ze wil gewoon weer de Oranje dictatuur. Je bedoelt de Tweede Wereldoorlog, 40, 45. Ja, toen zat ze in Londen. Ja. Dan was er helemaal geen tegenspraak meer. Nee. Praktisch. Ja, van een paar katholieke ministers, maar die konden opdonderen. Ja. Zij had over zijn man, misschien prins Hendrik, die een Duitse prins was, de voorganger, laten we zeggen, van prins Bernhard. Die is in 1934 overleden. En dat was ook nogal een schuinsmarcheerder. Ja, maar het was wel een sympathieke man in die zin, omdat hij zo onnozel was. Hij was absoluut geen Bernhard. Hij wilde geen macht of weet ik wat. Hij wilde eigenlijk ontkomen aan de verschrikkelijke saaiheid van dat hof. Hij heeft ook, ik geloof, bij zijn dood 37 puzzels nagelaten. Nee. Ja, het was... Kijk, hij leende geld bij het leven, beloofde hoge rentes, maar betaalde nooit een cent terug. Geen rente en geen geld. Hij kon absoluut niet met geld omgaan. Hij smeet met geld. Hij had een hele reeks vriendinnen. Enfin, het staat allemaal in die bandiet van Oranje. Ik heb er pas geleden nog eentje ontdekt in Vaals. Maar ja het was geen onsympathieke man, laat ik het zo zeggen. Het was iemand die verschrikkelijk pech heeft gehad dat hij bij die Wilhelmina terecht was. Anders was hij, ik denk officier geworden in het Pruisisch leger, want hij kwam uit Mecklenburg, een klein staatje. Die hadden niet eens een leger, die hadden wat regimenten en die zaten in het Pruisisch leger. Je noemt dit boek Bandiet van Oranje. Ja. Dat gaat met name over deze figuur van Sand. Ja. Die wordt door een collega van jou de trouwste, de loyaalste onderdaan van koningin Wilhelmina genoemd. Nou, hij was wel loyaal aan Wilhelmina, dat zeker. Maar hij heeft er ook wel belazerd, hoor. Ja. Maar ja. Maar wat, vertel eens even, wat hij allemaal heeft gedaan in opdracht dan wel
in impliciete opdracht van de Oranjes en met name Wilhelmina. Op een gegeven moment is er een jongen vermist, een Haagse jongen, een beetje een onnozele jongen. Een jongen die was al een keer ontsnapt, zal ik maar zeggen, naar Duitsland. Was hij rondgetrokken en op een gegeven moment droomt hij van een leven met veel geld en weg uit de Haag. Hij studeerde aan de MTS, wat we nu HTS zouden noemen, in Haarlem. Mm-hmm. En die jongen is vermist. Die is zoek. En die wordt op een gegeven moment gevonden in een van de Reewijkse plassen. 50 kilometer van de Haag. Met dood. Met ijzer op zijn borst. IJzeren staven op zijn borst. En zijn rug gebonden. En iedereen denkt dat is moord. En een vriendje van, twee vriendjes van Van Sant, die zeggen meteen dit is zelfmoord. Nou, dan worden er duizenden vragen gesteld van hoe komt die jongen daar? Hoe kom je met al die ijzeren staven in Reewijk terecht? Hoe kan dat? Ja, hij is gefietst. Waar is die fiets dan? Er is wel een fiets gevonden in die buurt. Maar die staat. We praten jaren 20, jaren 30. We praten jaren 30. Begin ja. jaren 30. Fijn. Om een lang verhaal kort te maken. Van Sant doet er alles aan om die zaak maar zo snel mogelijk als zelfmoord erkend te krijgen. Want dan, wat had die jongeren gedaan? Waardoor die had een brief geschreven aan Wilhelmina, waarin die dus alle. Alle misstanden van het Huis van Oranje die hij kende, inclusief die moord op het Loo, had vermeld en had om geld gevraagd. En hoe wist hij dan van die moord op het Loo? Nou, zijn vader was onderdirecteur van de Koninklijke Bibliotheek. En die wist van allerlei pamfletten van koning Gorilla. Trouwens, koning Gorilla is in een 100.000-voud gedrukt. Dus dat was niet zo echt geheim meer. Maar ook van al die blaadjes waar ik het eerder over had, van die Jan David de Vries en zo. En daar is dat wel besproken, denk ik, daar thuis. Dus eigenlijk werd iemand die tegenwoordig zouden we zeggen klokkenluider was, maar ook het Oranjehuis daarmee probeerde te chanteren, ja. Die werd gewoon omgelegd. Kijk, ik kan niet bewijzen dat Van Sant achter die moord zat. Dat kan ik niet. Maar ik kan wel bewijzen dat Van Sant zich heel verdacht gedroeg en van alles geprobeerd heeft om die moord zelfmoord te laten verklaren. En ik weet ook dat Van Sant die brief van die jongen, waarin gechanteerd werd, die brief heeft hij ook laten verdwijnen. En dat was Hovelingen wilden dat die brief zou worden doorgestuurd aan de president, vicepresident van de Raad van State. En die zou hem dan moeten geven aan justitie. En dan zou er een echt onderzoek worden gedaan. Maar Dat is er allemaal nooit van gekomen. Het is allemaal in de doofpot gestopt. Er is nog een ander verhaal. Misschien herinner je je Pim Lier. Ja. Pim Lier was de zoon van Hendrik. En die, van Hendrik, de man van Wilhelmina. Ja, ja. Okay. En die Lier, die is, daar is de hele heis over geweest in de jaren 80. Dat was een onechte zoon dan? Nou ja, wat wij tegenwoordig. Ja, een bastardzoon noemen. Ja, ja, maar DNA klopte wel. Jawel, dat begrijp ik. Maar het was een zoon buiten het huwelijk. Ja. Ook in het geheim. Ja, die Lier, misschien herinner je hem nog, die was bij de Centrumpartij en die heeft later nog eens een keer zijn vrouw doodgeschoten toen die vrouw op sterven lag, min of meer. En fijn. Die Lier. Die vader van die Lier, die wist alles. Want
Hendrik had, voordat Wilhelmina van het Zand inschakelde, had Hendrik Lier ingeschakeld. En Lier wist alles. Lier woonde in een enorme villa in Rijswijk, die betaald door Hendrik. Maar hij moest allerlei klusjes opknappen. Dus al die maîtresses die geld nodig hadden en weet ik wat allemaal, dat moest Lier allemaal bekonkelen. Lier wist alles. En toen kwam van het Zand. Je moet je voorstellen, prins Hendrik, de man van Wilhelmina, had allerlei maîtresses, had ook allerlei bastaardkinderen. En die maîtresses moesten allemaal met geld stilgehouden worden. Ja, ja. En die meneer Lier, die kreeg de opdracht om dat een beetje te ritselen. Ja, ja, precies. En wat er gebeurde, was dat Van Zand kwam. En Van Zand die begon met toelagen. Want Lier kreeg elke maand een toelage. Die was net zo hoog als een ministersalaris. En dat halveerde, die begon niet te halveren. En Lier, dat werden vijanden. Dat werden absolute vijanden. Van Zand die viel af en toe gewoon binnen bij Lier. Met 5 agenten. En dan gingen ze alle kasten doorzoeken en zo. Zonder. Maar Van Zand werkte voor Wilhelmina en ja. Lier werkte voor prins Hendrik. Ja, en op een gegeven moment eiste Van Zand dat Lier met zijn kinderen, wat in die tijd gebruikelijk was, naar Indië zou gaan. En Lier verdomde dat, dat deed hij niet. En Lier die fietste elke dag van Rijswijk naar Leiden. Hij was een officier van de infanterie. En had hij een cape om en op zijn fiets. En toen is er... op die route is er iemand doodgeschoten met een keepom, 's avonds. Maar dat was niet Lier. Dat was niet Lier. Maar de politie, de Rijkspolitie, de veldwachters dus van Leidschendam, die waren ervan overtuigd dat het een vergismoord was. En Lier was ervan overtuigd dat het voor hem bedoeld was. Dat heeft hij ook geschreven later. Ja. En toen heeft Van het Zand heeft iemand laten... arresteren voor die moord die het aantoonbaar niet gedaan had. En die heeft hij een half jaar lang weten vast te houden. Zodat er een half jaar lang de daders zich uit de voeten konden maken. Ja, wat ik net zei, dat is mijn conclusie. Ja. Maar dat bedoel ik met moorden faciliteren. Ja. Ik wil nog één onderwerp met je. Prins Bernhard en koningin Juliana. Die trouwden 1936. Prins Bernhard was een Duitse prins. En dat was nogal een wonderlijke figuur ook. Hè? Koningin Juliana was de enige dochter van koningin Wilhelmina. Die werd in 1948 dus na de oorlog koningin en die is dat tot 1980 gebleven. En die had een man, die heette Prins Bernhard. En daar zijn boeken over geschreven. Daar wil dat je vast nog wat over melden. Nou kijk, laten we beginnen met de echt sympathieke, knappe biografie van Juliana door Jolanta Withuis. Ja. Die beschrijft dat Bernhard in een soort bouwval was geboren. Mm-hmm. Zonder stromend water, dat heette dan de Rekkenwalde, aan de Poolse grens. En ze benadrukt dus eigenlijk, om het op zijn Amsterdamse te zeggen, dat ze daar geen spijker hadden om hun reet te krabben. Ja. En Bernhard, die had eigenlijk... Bernhard was alleen prins van Liepe-Biesterveld... Maar hij was wel een hele arme prins, begrijp ik. Ja, hij was eigenlijk graaf. Maar op een gegeven moment, ik geloof even voordat de keizer aftrad, had hij een prins gemaakt. Ja, ik bedoel, ik begrijp dan nog steeds niet wat dat allemaal voorstelt. Maar dat ligt aan mij. Ik bedoel, hij had er in elk geval niet voor gestudeerd. Enfin, hij was prins. Goed, hij was prins. En... kijk, die Bernhard die had eigenlijk een paar doelen in zijn leven. Dat was geld en dat was macht. En vrouwen, maar dat hadden ze allemaal daar. Geld en macht. Nou, dat geld, dat kreeg hij toen met Juliana te trouwen. Maar Juliana was de troonopvolgster. Hij was eigenlijk niks. Hij was niks. Nee, de prins-gemaal. Het begint ermee... En die
Het begint met zware verdenkingen dat de afweer, want hij kwam dus uit Nazi-Duitsland. Hij kwam niet zomaar uit Duitsland, hij was een nazi. Hij was een overtuigde nazi. Ja, ja. Hij was lid geworden van een nazi-studentenclub voordat Hitler aan de macht was. Dat waren die lui die die boeken verbrandden. Daar hoefde je niet bij. Duitsland was een democratie, maar hij ging daarbij. Voor 1933 in de Weimarrepubliek was Duitsland min of meer een democratie. Dat was een echte democratie. En dit soort adellijke heren, waaronder prins Bernhard, koos er zelf voor om lid te worden van een club die nazi-achtige sympathie had. Nazi-aangehoogd, ja. Jazeker. Hij had ook in 1933 een NSDAP-lidmaatschap kaart. Hij is wel na de machtsoverdracht is hij bij de SA gegaan, de Sturmabteilung. Dat waren die, dat was de halve onderwereld en zo. Die sloegen die communisten in elkaar en die stonden voor jodenwinkels. En dat was gewoon tuig. De SA was daar. Ja. En toen kwam er een lijfwacht van Hitler, de SS. Daar werd hij ook nog eens lid van. En toen is hij ook lid geworden van de NSDAP, dus van de partij. Dus er waren er die het om minder deden, laat ik het zo zeggen. En toen heeft hij eigenlijk zich aangeboden, begrijp ik, als echtgenoot voor de kroonprinses van Oranje. Ja, maar er zijn ook hele verdachte types die hem als zodanig in stelling hebben gebracht. Zoals die Frietje, die bankier van de Nederlandse, van de Hollandse Koopmansbank. Maar dat was ook een Duitser en die is later Nederlander geworden en toen is hij weer Amerikaan geworden. Mm. Dat was ook niet kosher. Er zijn altijd verdenkingen geweest dat Bernhard door de afweer naar voren is geschoven. En dat Bernhard eigenlijk het grootste succes is geweest van de afweer. Namelijk als prinsgemaal van de Nederlandse koningin. Van de Nederlandse troonopvolgster, pardon. Ja. En of dat zo is, dat weet ik niet. Of die echt gespioneerd heeft. Maar zijn broer heeft dat wel gedaan. Zijn broer Aschwin was ook SS'er, was ook officier. En die werd door Bernhard rondgeleid bij Nederlandse vliegtuigfabrieken zoals Koolhoven. Na de oorlog? Voor de oorlog. En als het Nederlandse leger een oefening hield, een grote oefening in de Achterhoek, dan waren daar diverse militaire attachés bij uitgenodigd. Ja. Maar niet de Duitsers, dat vonden ze te link. Maar dan kwam Bernhard aanzetten met zijn broer. En die mocht alles zien. En nou weet ik één ding heel zeker. Als een officier, van welk land dan ook, in een ander land, of het nou bondgenoot is of vijand, of potentiële vijand, bij zulke dingen aanwezig is, dan maakt hij daar rapport over op. Voor zijn inlichtingendienst. Dat doet iedereen. Ik ben militair journalist geweest als buitenlandredacteur. Dat is zo, dat weet ik zeker. Met andere woorden, Aschwin heeft hier op introductie van Bernhard gespioneerd. Dat is er gebeurd voor de oorlog. En wat er dan verder allemaal gebeurd is, dat weet ik niet. De een zegt Bernhard hoorde bij die club van generaal Hasselman en dat soort mensen die de zaak verraden hebben aan de Duitsers. Anderen zeggen dat kan helemaal niet. Dat laat ik in het midden, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat Bernhard onder de oorlog fout was. Die was echt fout. Onder de oorlog? Onder de oorlog was hij fout. Je bedoelt voor de oorlog? Nee, onder de oorlog. Maar wat bedoel je onder de oorlog? Oh, hij wilde een staatsgreep. Hij wilde in Nederland een staatsgreep. Hij stuurde die man waar Joop van der Ende zo rijk van is geworden. Soldaat van Oranje. Stuurde die naar de Engelsen om te vragen wat zij vonden van een staatsgreep in Nederland. Van een dictatuur. Onder zijn leiding. Want daar zaten de Hollanders op te wachten. Dan ben je toch fout? Ja. Dan ben je fout? Bernhard dacht dat hij eigenlijk, overigens met steun van Wilhelmina, die toen de koningin was, hè? Eigenlijk na de oorlog, of in de oorlog, een staatsgreep in Nederland zou plegen. Ja, nou niet zozeer. Ja, een staatsgreep, een dictatuur kon vestigen, ja. Ja, dat dacht hij. Dat dacht hij echt. En na de oorlog heeft hij het nog een keer geprobeerd. Op welke manier dan? Hij wilde onderkoning worden van Indonesië. Zijn vriendje. Indië. Zijn vriendje,
Hoe heette die nou? Lord Mountbatten. Ja. Die was na de onafhankelijkheid van. Die was onderkoning in Indië. Zeg maar gouverneur-generaal van British Indië. Ja. En toen is die door Nehru, de premier van India, is die gevraagd om dat nog een tijdje te blijven doen na de onafhankelijkheid. Ja. En dat bracht Bernard op een idee. Bernard wilde dat ook. Maar dan in Indië, alleen niemand zat er op hem te wachten. Sukarno niet. Hij had daar wel een paar mensen. Even voor het publiek. Na 1945... India was een Britse kolonie. Ja. Kwam in een decolonisatieproces. 47 onafhankelijk geworden. Ja, Mountbatten was toen eigenlijk de laatste gouverneur, zou je kunnen zeggen. En in Nederlands-Indië dacht dat de Nederlanders terug konden komen in Indië in 1945. En er is een decolonisatieoorlog gevochten tussen 1945 en 1949. Ja, 50, en, zeg maar. Ja, en die is op 31 december 1949 is de soevereiniteit hier in Amsterdam op de Dam overgedragen van de Nederlandse koningin Juliana toen naar de Indonesische nationalisten. Regering, ja. En dat is ook gebeurd op het Koningsplein in Jakarta. Ja. Batavia schuine streep Jakarta. Ja. Ja. Ja, dat is zo. Maar enkele weken daarna komt. Maar jij zegt, in die eerste periode na de oorlog, 1945, wilde meneer Prins Bernhard, die wilde een soort onderkoning worden in Indië, Indonesië. Nee. Na de onafhankelijkheid, tenminste na de soevereiniteitsoverdracht. Ja. In, hè, wat jij net noemt, eind 1949. Ja. Is Indonesië een onafhankelijk land. Ja. Hè, de Verenigde Staten van Indonesië, maar goed. Enkele weken daarna komen troepen van kapitein Westerling. Ja. Komen in opstand. Ja. Bezetten Bandung. Ja. Worden daar uitgejaagd. Ja. In feite. Door een coup d'état was dat in feite. Ja. En vervolgens trekt Westerling met een klein clubje naar Jakarta. Om te proberen om. Sukarno was in India. Om de premier, Hatta, te vermoorden. Ja. Persoonlijk, heeft hij gezegd. En de minister van Defensie, Hamenko Buwono. Sultan Hamenko Buwono. Dat is mislukt. En president Sukarno, de Indonesische president Sukarno, was op dat moment niet in het land, maar in India. Ja, was in Delhi. En goed, dat is mislukt. En Westerling moest vluchten en zo. Maar langzamerhand kwamen er. Maar bleek dat er in Nederland een reusachtige, voor die tijd reusachtige, deviezensmokkel aan de gang was. 50 miljoen gulden, dat was toen 3% van de staatsbegroting. Dat was echt veel geld. Ja. Deviezensmokkel? Deviezen, geld. Smokkel van waar naar waar dan? Naar Indonesië. Naar wapen, dat was nodig voor wapenaankoop van Westerling. Het was een lachertje. Westerling dacht, Prins Bernhard, samen met Westerling dacht dat hij na de soevereiniteitsoverdracht eigenlijk een soort onderkoning kon worden van. Ja, gewoon dat hij daar de macht kon overnemen. Dat hij de macht kon overnemen. En de sultan van Pontianak, Hamid II, die zou dan premier worden. Dat was ook een generaal in het knil. Het was een hele rare toestand. Mm-hmm. Van het Zand werd naar de paus gestuurd. Moet je nagaan, hij werd naar Rome gestuurd. Of moest naar Rome. En die moest de paus ervan overtuigen dat hij een verbond moest sluiten met strenge islamisten tegen de communisten. Dat zie je dus voor je, hè? Die van Zand op het Sint-Pietersplein, die daar twee wereldgodsdiensten samen gaat brengen. Van Zand moest ook overal met geld gaan rondstrooien. Ja. Ja,
Het was een enorme bende. Maar door die deviesensmokkel begon de marechaussee een onderzoek. En de marechaussee die stuurde daar een volstrekt onkreukbare adellijke kapitein op af. Van Hekeren van Brandsenburg. En die haalde de zaak naar boven. Die haalde dus, en die wees steeds verder naar Bernhard. Bernhard heeft ook van Drees toen, hoe heet het nou, gekregen? Willem Drees was de premier. Ja, die heeft huisarrest gekregen in de tijd. Ja. Daarvoor. Ja, als je het allemaal wil weten, Tom Biesemaat heeft daar veel over geschreven. Tom Biesemaat, Bernhard Gate, heet dat boek. Dat is een hoop in. Ja. Nou, misschien nog een paar andere dingen over Bernhard, want hij werd natuurlijk later in de jaren 50 en met de Lockheed affaire. Hij werd op handen gedragen. Bernhard, dat was een soort Idi Amin. Idi Amin was sergeant in het leger van de Britse leger in Oeganda. En die dacht, als ik een uniform aantrek van luchtmaarschalk, dan ben ik luchtmaarschalk. En Bernhard was dat ook. Ik heb nog een foto van Bernhard in vol ornaat als 4-sterren-admiraal. Dan was hij de zeeheld. Het is een lachertje tot en met natuurlijk. Maar hij poseerde zo. Hij wist de ballen, echt werkelijk de ballen van strategie, van tactiek en zo. Anders had hij nooit zo'n onzin-interventie helpen opzetten in Indië. Maar hij dacht, hij was dol op uniformen. Hij was gekker op. Ja. Heel raar, een soort fetischist. Ja, hij had een beetje militaristische, autocratische inslag. Ja, een beetje, hij wist helemaal niet wat hij... Fascist. Nee, hij was een reactionair. Hij was van voor Napoleon, zal ik maar zeggen. Hij was, dat keizerrijk in Duitsland waar gezag alles was. Ja. He? Hij werd op een bepaald moment, kwam die toch naar voren. Maar je moest ook voor hem zijn. Hè? Hij had datzelfde uitdaging als de communisten. Was toen niet mijn broer zijn, toen sluit je die in het zetel aan. Ja. Dat had hij. Ja, maar even dan tot slot in de afronding. Hij heeft een aantal schandalen gehad. Zullen er nog wel een paar uitkomen. Ja? Ja, daar ben ik. Wat zijn er nog een paar die je zou willen noemen in dit verband? De schandalen waar Bellum eigenlijk... De bekendste is natuurlijk Lockheed eigenlijk. Ja, nou zijn rol in het Nieuw-Guinea-conflict bijvoorbeeld. In? In het Nieuw-Guinea-conflict. Je had die groep Rijkens, zeg je dat iets? Nee. Nou, er was een groep... Nederlandse industriëlen en bankiers en zo... En transportondernemers. En die wilden hun positie weer terug. Die wilden de positie van hun bedrijven weer terug in Indonesië. Ja. Maar dan moest Nieuw-Guinea worden overgedragen. Dus die waren daar een beetje aan diplomaatje aan spelen. Willem Oltmans deed er ook aan mee bijvoorbeeld. Willem Oltmans is een bekende onderzoeksjournalist. Ja. Bernhard was daar een van de instigatoren van. En wat er bijvoorbeeld allemaal op die Bilderberg-conferenties gebeurd is, dat weten we ook nog niet helemaal. Dat Bilderberg, dat was een initiatief van Bernhard en van een oude CIA-directeur. En ik geloof dat... Is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met nu ook het World Economic Forum is. Ja, maar dat is min of meer openbaar. Ja. En dat Bilderberg was helemaal gesloten. Dat was helemaal gesloten. Ja. En daar kwamen gewoon bekende of rijke invloed, rijke mensen. Ja, zowel het bedrijfsleven en de politiek kwamen daar samen. Ja, uit het Westen. En die hadden één ding gemeen. En dat was dat ze verschrikkelijk anticommunistisch waren. Ja. En dan hoefde je dus helemaal niet reactioneer te zijn. Want regelmatig deden de sociaaldemocraten aan mee. Ja, maar... Wat die rol precies van die man geweest is, ik weet niet. Wil je nog iets zeggen over de Lockheed-affaire? Nou, moet ik daarover hoe dat ging? Nou, misschien wel aardig. Het is niet alleen de Lockheed-affaire. Het is ook de Northrop-affaire en de Chieftain-affaire. Ja. Er was op een gegeven moment een gerucht dat Nederland
Chieftain tanks van de Britten zou kopen. Een Britse tanks. Nou ja, koop jij een Brits broodrooster? Dat bedoel ik. En Bernard heeft toen op voorhand heeft hij gecashed. Hoewel die Chieftain tanks er nooit geweest zijn. En bij Northrop, ja, hij zat met hij onderhandelde daarin en liet zich voor onderhandelingen door die industriëlen betalen eigenlijk. Ja, maar het was ook. Het fijne is daar nooit duidelijk van geworden. Hij suggereerde dat hij grote invloed had op die aankopen. Hè? Ja. Maar. Een voorbeeld. De Nederlandse marine had vliegtuigen om onderzeeboten op te sporen. Brigel Antiques. Franse. En daar konden ze niet mee omgaan. Of dat nou aan de taal lag of zo. Daar konden ze niet mee omgaan. Het waren goede vliegtuigen. De Fransen vlogen ermee. De Duitsers vlogen ermee. Maar daar konden ze niet mee omgaan. Dus die hebben ze min of meer teruggegeven. Teruggeverkocht. Tweedehands. En toen moest er de nieuwe komen. Het lag voor de hand dat P3 Orions van Lockheed zouden zijn. Mm-hmm. Dat waren, ja, de Britten hadden ook nog van die vliegtuigen, maar die hebben ze alleen maar aan zichzelf kunnen verkopen. Dus dat zou de Orion zijn. Maar Bernard heeft daar toch geld voor gekregen als Nederland die Orions kocht. Ja, omdat hij waarschijnlijk die gasten bij Lockheed heeft kunnen ervan overtuigen van, als je mij geld geeft, dan zorg ik dat er Orions komen. Maar zonder Bernard waren die ook wel gekocht. Hè? Die vlogen overal ter wereld. Ja. Dus ik weet niet maar of in Bernard... Jij zei dus, je suggereerde dat Bernard actief bemiddelde en zo. Ja, dat zal hij wel geprobeerd hebben, maar of die echt van doorslaggevende... Nou ja, goed, hij heeft wel betaald. Dat is absoluut waar. Ja. Hij had grote uitgaven, want hij had ook maîtresses en Bastardkinderen die onderhouden werden. Ja, maar wacht even, het begon dus met zijn moeder. Het begon met zijn moeder, die was ook zo arm als een kerkenrat. Daar heeft hij toen dat kasteeltje Warmelo in Overijssel voor gekocht. Ja. Ja, en die heeft daar dan gezeten met een stel dure paarden en zo. Dat moest ook allemaal betaald worden. En dat had zij niet. En dat kon zij ook niet verdienen, zal ik maar zeggen. Ja, misschien dat ze in de lotto speelde, dat weet ik niet. Maar die moeder was ook duur. Had Bernard niet een eigen inkomstenbron dan? Jawel. Maar die was toch beperkter ja, dan? Ja, was hij niet. Dat was niet genoeg. Dat was niet genoeg. Hij liep constant te bieten. Kijk, het allerschandelijkste. Dat is echt schandelijk. Kijk, de Duitsers zeiden, het leed wat we jullie hebben aangedaan is niet in geld uit te drukken. Dus dat gaan we ook niet doen. Maar uiteindelijk kwam er dan toch 200 miljoen los voor nabestaanden van Joodse slachtoffers, van Joodse vermoorden. Nou, de eerste die daar poen uit kreeg, en wel een miljoen, dat was Bernard. Oh ja? Want dat rottige kasteeltje van ze daar, die bouwval, ja, die was die kwijtgeraakt. En daar heeft hij dus ook nog geld voor gehad. De Wiedergutmachungsgeld van de Duitsers naar de Joden. Ja. 200 miljoen gulden. Ja. Daar was de eerste die daarvan betaald werd, was Bernard met een miljoen waar hij dat kasteeltje van kocht. Nee, of liet opkrapen. Ja, dat weet ik niet of hij dat kasteeltje, maar hij heeft daar een miljoen voor gehad, ja. Ja. Het is een... Ja, dat bedoel ik dus met het geld en macht. Ja, het is niet netjes. Het is niet, ja, er ontbreekt fatsoen. De vanzelfsprekendheid waarmee die dacht dat hem dat toekwam. Ja. Omdat hij nou eenmaal, ja, weet ik wat was. Ja. Ja. Ja, misschien tot slot de vraag, Frans. Hoe kijk je naar het huidige Koningshuis, Oranje Koningshuis? Daar kan je niet naar kijken. Dat gaat niet. Dat staat in de grondwet. In de grondwet staat de koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid die strekt zich dus tegenwoordig ook uit over andere leden van dat koninklijk huis. Ja, dus die doen het altijd goed. Kijk, die Rutte is gek. Die gaat daar zeggen, die Willem-Alexander, die doet het zo beroerd. Nou, daar heeft hij de hele kamer op zijn nek, want iedereen wil weten wat er los is. En dan is er een lekkere crisis. Dus ga maar naar iedere premier, van links tot rechts, die zegt over de zittende koningin of koning, ze doen het fantastisch, we mogen dankbaar zijn dat we ze hebben, enzovoort. Mm. Totdat het niet meer kan.
Totdat er allerlei problemen naar buiten komen. Ja, totdat er naar buiten komt dat in de corona dat hele stel naar Griekenland gaat. En dan is het ja toch een vergissing en zo. En de koning zegt dat ook. En toch wel een sympathieke man. En zo. Ja. Ik zou niet weten. Misschien is het ook wel een sympathieke man. Ik weet. Ik bedoel. Ja. Ik weet. Maar in ieder geval, waar ik over schrijf, dat heeft niets te maken met het huidige koninkrijk. Dat is flauwekul. Hè? Ja. Ik bedoel, als mijn opa een dief was, dan kan ik niks aan doen. Hey, hartelijk dank voor dit gesprek.